Hierback. Oh, hé, hey, wat zeg jij nou, joh? Lul de behangen. Ik schrok ook echt, hè? Godsamme. Hallo, kijkers van Gas Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op Survival des Jezus. Dat kwam me lastig, mijn strot uit. Ik ben hier in ieder geval niet alleen. Ik ben hier samen met Guido. Hallo, Guido. Zo, dat kwam me lastig uit. Oh, ja, nee, dat vind je leuk. Ha. Oh, jeetje. Ja, dan moeten we dan nog 15 minuten aan opnames een hele Survival Cash Day mee. Dat dus. Ja. Hallo mensen. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie natuurlijk altijd even alvast een like achterlaten, denk ik. Potverdikkie. Wil je dat gewoon noemen als duimpie? Oké, duimpie. En vergeet... En hashtag meenemen in de chat. Ach, jezus, nee. Wat heb je nou gedaan? Hashtag meenemen? Ja. Weet je, dat is niet echt goed, hè? Want weet je wat er dan gebeurt? Komt er een heleboel meenemen in de chat te staan. Ik zie heel het probleem niet. Meenemen? Ja, nee, ik eigenlijk ook niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus, wel dat ik tot nu toe 2 keer focus heb gehad van 2 random derps. Dan moet je ze gewoon keihard afstraffen. Gewoon helemaal in elkaar. Nee, het is om en om. Weet je wel, de een komt, dan komt de ander. Dan komt de een, komt de ander. Oh ja, zulke vervelia's. Dan moet je gewoon rennen, zo hard mogelijk. Ja, dat heb ik dus gedaan. Oh, nou dan ben je goed bezig. Hij zei dat ik goed bezig was. Confirmed on video. Confirmed on video. Ja, dat komt niet vaak voor natuurlijk. Dus ja, dit is wel je complimenten geeft, komt niet dat niet vaak voor, nee. Dit is wel weer even een speciaal moment, om zo maar te zeggen. Je hebt alleen maar complimenten innen. Ja, ik ben goed in PvP. Ligt niet te dromen, jongen. Eet je pizza. Ik ben een echte salty mind man. Een salty mind man. 100 en... Nee, niet. 80. Nou, gezellig. 180. We gaan niet meer aanvallen. Hey, rammen. Rammen. Wil jij niet proberen te ontsnappen, meneer? Dat vind ik niet echt heel erg plezant als je dat doet namelijk. Zo, die is dood. Oh shit, er zit nog één in mijn rug. Wat doe jij nou? Denken jij? Wat denken jij? Oh, hij heeft wel een diamanten zwaard. I'm my kill. I'm my kill. Oké, kom op. Nog één hit. Nee, 2 hits. Oké, die is dood. Zo. Kom op, nou. Ja, moet je mij maar niet aangevallen als ik hier gewoon rustig bezig ben, ja? Dankjewel. Doei. Die is dood. Doei. Later. Oké, wat hebben we nog meer voor leuke spulletjes? Ja, niet echt heel veel eigenlijk. We hebben gewoon echt allemaal random shit gewoon in kist aan het douwen. Gewoon niet eens meer gebruiken. Ja, net zoals die Iron Gear allemaal. Ik heb daar niks meer aan. Dus mijn hele inventory zit vol met Iron Gear. Zo dus... arrogantie hoor. Heb ik niks meer aan. Zo van, ik ben te goed voor Iron Gear. Mijn niveau is hoger dan Iron Gear. Ik nou ben ja. hoger dan Iron Gear. Ik ben Iron wel... Gear mag niet tegen me praten. Moet ik door? Nou, je was in de goede richting. Dus we gaan er maar even door, ja. Nee. Oh. Dat vind ik nou weer jammer. Dan krijg je op je ene soort smartness en op je andere soort breaking. Ja, ik zit te zoeken eigenlijk naar nog een goed zwaard, maar... Ja, daarom heb ik hem zelf maar gemaakt, want ik kreeg maar niks. Ja, normaal vind ik wel altijd even een sharpness 2 diamond of een... of iets anders. Snap ik. Sharpness 4 heb ik ook al een paar keer gevonden al. Maar... En die komen later in de game volgens mij altijd. Ja, de chest refill. Bij die eerste volgens mij komt zo meteen, over 1 minuut en 15 seconden, komt volgens mij dan de betere loot als het ware tevoorschijn. Denk ik. Of niet? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik weet het niet. Ik wil wel dat ik... Wow! Dat dus. Ben je dood? 1 hartje. Oh! Nou, dan moet je gewoon blijven rennen. Nee, maar het is meer dat... Ik ben dus zeg maar aangevallen door 1. Toen kwam een buddy of zoiets. Die viel mij toen aan. En toen kwam iemand anders cleanen van de andere kant. Oh! Ja, dus je kan nu niet meer winnen natuurlijk. Dat vind ik heel zonde. Ik ben dood. Dan kan het inderdaad niet meer. Vind ik heel jammer. Er is in ieder geval 1 uit de weg. Nou mensen, ik ga weer lekker verder met video's maken. Don't leave me. Nee, ik moet eventjes kijken. Ik wil een beter zwaard. Nu mag het wel ondertussen. Oh, nog 22 seconden, dan komen denk ik de betere zwaarden.
Als mijn theorie Shorts klopt. Shorts en sandals. Ja, dat dus. Er loopt daar ook iemand met diamond gear. Kom op, chest reveal, nog 10 seconden. En dan ga ik op hem af, want hij heeft ook een diamond enchanted sword. Ik ben er een beetje bang voor. Oh, hij ziet me bijna. Kom op, chest reveal. Ah, wel een power 3 boog. Oké. Maar ja, als hij eenmaal één stukje projector protection 3 aan heeft, dan heeft dat al geen zin meer. Dus ik ga snel maar even de andere kant op. Hier. Diamond body met projector protection 4 en protection 1. Dan trekken we die aan. Kijk, als iemand zoiets al heeft, dan heeft die boog al gewoon helemaal geen zin meer volgens mij. Nou, niet veel, nee. Want... Tenzij die boog met power 3 weet te pakken volgens mij. Ja, maar die heb ik. Maar zou dat dan echt nog effect hebben? Als je een body hebt met 4 erop? Ja, het zou vast wel iets doen, I guess. Ja. Vast wel iets. Het risico neem ik niet. Ik ga er vandoor. Je bent zelf een risico. Jij bent een risico. Je ziet eruit als een risico. Dat is ook niet aardig. jongen. Nou, ja, van Dillen moet je het me hebben, mensen. Ja, voor mij wel. Oh shit, er liggen hier allemaal... Kan ik die... Nee, ja, kan net bij die chest, oké. Okay. Maar er zit niks goeds in. Geef me nou een beter zwaard, man. Godskoleer, ik loop al die chesten af te zoeken en er is maar niks. Dadelijk komt iemand me aanvallen en dan heb ik een probleem. Er is nooit niks. Oké, okay, nou hier is dat nog een chest. Geef me... Oh. Trekker! Nou begint het echt spannend te worden. We gaan spannende muziekje start in 3, 2, 1. Ja, sharpness 2 zwaard. Hé. Oh. Jammer. Ik bedoel, fijn. Oké, even al mijn rotzooi in die chest doen. Zo, hop. Alles weg, zo. Oh, wacht, nee, die XP-bottles moet ik niet wegdoen. Zonde. Zo. Even gooien die dingen. Jitter, klik op de XP-bottle. Zo, 18 levels. Nou moet ik nog een beter zwaard gaan vinden of een betere gear stukjes of ja, nou iets in die richting. What the fuck? Wat is dit dan weer? Dan hangt hier gewoon random water in de lucht. En allemaal stukjes water naar boven die je val zouden breken als je vanaf daarboven naar beneden valt ofzo. Geen idee. Ja. Mooi verzonnen. Nee, ik weet ook niet, maar toch al dood. Ja, jij bent al dood, ja. Dan zit je niet in de spectator modus, in de UAV of... Ja, maar je denkt niet dat ik jou ga helpen. Wat? Hoezo niet? Waarom zou ik jou helpen? Nou ja, omdat je anders toch niks beters te doen hebt. Nou ja, misschien ook wel, maar hè? Beetje helpen, dat het kan nooit kwaad, toch? Nee, iemand afkraken ook niet en vervolgens om hulp vragen. Oeh, hij is nog geraakt door mijn opmerking, dat is een beetje jammer. Ja, ik ga ook uit het team trappen op My Nation. Wow, maar het is mijn team. Ze weten dat het mij gaat lukken. Ik denk het wel. Oké, nee, dan doe ik het toch niet. Ik denk dat als je een paar berichtjes stuurt, dat het op zich wel mogelijk is. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, daar heb je wel een punt. Dus ik kan me maar beter gedragen dan, denk ik, mensen. Want, ja, dus maak nou eens even een keer dat geld over. Pardon? Oh, een keer dat ik met je meedoen. Ben je niet goed of zo? Weet je hoeveel geld ik dan nog voor jou krijg? Nou, niet zoveel, jij bent niet zo duur. Ja, oké. Ik kan mij niks beters vinden, joh. Ik word er helemaal niet goed van. Je bent ook niet goed. Spring hier naar beneden met waterbucket. Nee. Kostte me maar één hartje van mijn gouden appel, nou, dan vreet ik er nog wel een. Ja, ga ik er niet helemaal moeilijk voor doen. Een waterbucket. Een waterbucket over jou heen gooien. Waterbucket challenge. Nou, dat dus. Wat waren dit nou voor boots? Waren het protection 3? Ja, protection 3 boots. Nou, dankjewel. Dat vind ik heel aardig. Maar waar zijn de mensen überhaupt? Ik ga maar eens mensen opzoeken. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Gewoon een beetje een tijdje knokken. Er zit iemand in je bag, man. Is er iemand in mijn bag? Oh ja. In de buurt. Ik ben in de buurt. Ja, je ziet hem. Ja, on my way. Waar gaat hij nou? Oh joh, hij lekt een beetje. Bietje. Ga, doet hij ook nog mis ook met zijn dingetje. Wat sta je daar nou te doen, joh? Knuppel. Knuppelsmurf. Zo. Knuppelsmurf. Ja, dat is het er ook.
Zo, hoppakee, hoppakee, hoppakee. Nou, gaat hij weer... Oh, dat de water bucket. En dan ga ik alsnog schieten met zo'n pijl, wat natuurlijk helemaal geen zin heeft. Hoppakee. Hey, dat is een mooie plek om iemand in te slaan, weet je niet? Zerros. Ja, nou, dat was heel erg handig van je. Er liggen hier letterlijk 2 stacks bottles qua XP. Ja, ik zie het. Stom vuur geuit, zo. Kan ik ook niet meer in de fik raken door die zooi. Even kijken. Wat ligt er nog betere gear tussen? Ik moet een betere body hebben eigenlijk met Protection 2. Zo. Ja, even oppakken wat had hij voor spullen. Hij had nog 2-3 speed potions. Oh shit. Hij had nog een gouden appel extra. Oh, gooi ik een speed potion weg. Handig. Zijn zwaard was poep. Wat moet ik nou nog hebben? Oh, er liggen nou nog meer speed potions. What the fuck? Waar haalt hij ook al dat vlees vandaan? Protection 2 helm, dat is ook beter, zo. Nee, die had moet niet. Had je maar protection 1 keer? Ja, ik had nog eentje. Die wortels mogen ook wel weg. Nou ja, weet je wat? Oh, wacht, daar ligt nog 1 zwaard. Misschien was dit dan zijn zwaard. Inbreking 1, nou. Joe, kalm man. Ik heb alweer genoeg spulletjes, denk ik. Maar nu moeten we nog even iemand vinden om weer dit te knokken. Want ja, deadmatch begint ook over 4 minuten. Misschien dat we, als we nog even langs een chest rennen of zo, dat we nog een Sharpness 4 zwaard ergens vandaan kunnen toveren. Dat zou wel heel erg nice zijn, want met mijn Sharpness 2 kom ik niet heel ver, denk ik. Hier misschien? Nee. Oké, misschien hier. Nee. What the fuck? Oh, wacht, er zit wel een skeleton in. Die zijn wel leuk. Die kunnen mensen een beetje heen en weer slingeren, zeg maar. Swords and skeletons. Swords and skeletons? Really? Really, brr. Really, brr. Hey, maar wacht, zijn al deze chesten dan ook geërvuld? Die is zo bij de spawn. Hey Dylan, elke chest behalve deze kisten. Oh, wacht. Ja, dat is ook echt zo. Tuurlijk is dat zo. Wauw. Oké, 2 gouden appels nog hier zo. 2 gouden wortels, nou, die heb ik niet echt nodig. Speed potion nog 1 extra. Kan ik wel gebruiken. Nog 2 gouden appels. Hey, dit is wel lekker looten. Een regeneration bottle. Nou, dat is niet beter. Dat is ook niet beter. Nog 2 gouden appels. En 2 zwaarden. Kom op, sharpness 4. Ha! Lukt me ook nog. En nog een regeneration bottle. Was dit het nou ongeveer? Oh, gooi ik een bottle. Nou ja, daar heb ik het toch zat van. Kappa. Protection 2 legs. Had ik die nog nodig? Nee, maar die kan ik wel samenvoegen. Die maar even op de grond. Heb ik toch niet nodig. Pak ik zelfs nog weer op. Jezus, wat ben ik aan het klungelen, zeg. Die weg. Zo. Die. En dan die samen met die. Hoppakee. Dat is protection 3. Nog niemand in mijn buurt? Ik weet niet of jij nog aan het kijken was. Nou, ik zit wel mee heen te kijken, maar ik zie alleen de 3 skeletonisch. 3 skeletonisch. Nou, dat is dan wel goed. Even kijken. Kan ik, ja, protection 2. Als ik dan mijn helm pak en dan die met die is... Hoppakee. Protection 3. Oké, ik denk dat ik er nu wel ready voor ben, want meer spullen heb ik niet echt. Wat was dit nog voor body? Protection 1 en dan protection 1. Oh, dan kan ik mijn body ook nog doen. Oké, zo. En die ook nog protection 3. Wauw. Hierbij, hierbij, hierbij. Oh, hey, wat zeg jij nou, joh? Lul de behangen. Ik schrok ook echt, hè? Godsamme. Doe dat nou eens een keer niet, man. Ik was letterlijk, ik ging zo op in die game. En dan zeg je, achter je. Gods. Paniekeriseren noemen ze dat. En een mooi woord. Kappa. Oké, hier moet ergens iemand zitten. Hier wijst mijn radartje naartoe. Kompasje, radartje. Ja, snap wat ik bedoel. Waar is die vent dan? Ah, daar. Hij heeft 2 beesten. Oké, ik ook. Attack! Waar gaat hij heen? Oh, er zijn er 2 daar! Oh, die zijn aan het vechten. They are fighting right now. Oh, 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 oh. Mosh pit! Oh, get him, boy. Get him, boy. Kom op, kom op, kom op. Nee, 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 nee. Niet rennen. Oh, dat no cheat, though. Hoppakee. Zo, maar ja, hier ligt even een zootje spullen. Even kijken, wat hebben we die niet nodig? Die andere is wel op zoek naar jou. Die is op zoek naar mij, oké. Okay. 30 seconden. Ik heb 31 gouden appels. What the fuck? Nog een sharpness 4 zwaard. Als ik heel snel een anvil kan vinden. Die moet hier ergens in de buurt zijn.
Ja, daar zie ik een pilaar. Oh, dat kan ik niet meer redden, denk ik. Nope. Nope, dat red ik niet meer. Shit! Anders had ik een Sharpness 5 zwaard kunnen maken. Had ik ook nog één dik zwaard... Oh, hij blijft hangen. Oh nee, wauw. Not anymore. Oké, wat heeft hij... Ja, hij zal ook wel dikke gear hebben natuurlijk. Even kijken, nog twee bottles in mijn inf doen, zo. Wat gaan we doen, meneer? Ja, dat dacht ik dus niet. Nee. Hij kan gewoon chaos blijven eten. Wat gaat hij nou doen? Oh, 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 oh. Kom op, kom op, kom op. Zo, het lijkt echt alsof je aan het hacken bent. Hou hoe je met je hoofd zat te kijken. Oh, oh, nee, niet die bucket. Hij probeert te eten. Nee, 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 nee. Oké, hij heeft alsnog kunnen eten, maar hij is alweer 7 HP. Oh, en hij gaat regenen. Ah, oh, blijf te gaan. Oh, jeetje. Oh, 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 oh. Hey, stop nou. Godsamme. Oh, de no cheat. Kom op. Zo. Hoppakee. En we hebben we nou gewonnen, ja toch? Ja. Ja. Ha, ik heb gewoon de game weten te winnen, dat ook nog. Oké, cool. Mensen, ik wil je in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. Abonneer ook even op Duffy Games, links in de beschrijving. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.